Gisteren is natuurlijk de V17.10 update uitgekomen. En in deze video gaan we het hebben over de map changes die zijn gekomen bij deze nieuwe update. Maar voor te gaan beginnen wil ik je natuurlijk eerst even vragen om die like knop in te drukken. Kunnen wij de 1000 likes halen op deze video? Ik zou het super tof vinden als we dat kunnen redden. Abonneer ook even op de veelgevraagd, net als deze mensen die je nu hier in beeld ziet. En even een shout-out naar Lieve Levi. Hij heeft namelijk de supporter creator code veelgevraagd gebruikt, hashtag ad, en heeft daarmee de Cryptic skin gekocht. Dus even een shout-out naar jou. Ja, we gaan het in deze video dus hebben over de map changes die bij de update van gisteren zijn gekomen. Als jij de update video zelf nog niet gezien hebt, klik dan even op het i'tje, want daar behandel ik dus alle nieuwe dingen, geleakte dingen, veranderde dingen die bij de update zijn gekomen en nu dus alleen de map changes. Dus weet je wat, laten we gewoon meteen beginnen met de eerste map change en dat is eigenlijk Believer's Beach. Ja, heel Believer's Beach is zo goed als veranderd. We zien overal ballonnen. We zien van alles, zoals hier natuurlijk een... Is dat een trappetje er al? Ik weet het niet. Zoals natuurlijk al deze lichten. En we hebben hier allemaal posters en borden. En we hebben hier een hele stage waar muziek wordt afgespeeld. Dus er is een hele grote party gaande. Dit heeft alles te maken met de Cosmic Summer, heet het volgens mij. Wat natuurlijk nu een aantal weken gaande is. En ja, ik ga zelf maar een keer rondkijken. Er zijn allemaal van die kleine leuke dingen. Zoals hier een hartje en peace teken met de aarde. Dat de aliens eigenlijk alleen maar peace willen hebben. Dus ja, ik vind het leuk. Ik vind het leuk misschien dat we hier ooit nog een keer een echt optreden gaan krijgen. Ik weet het niet. Maar ik vind het in ieder geval een leuke change die is gekomen. Laten we gelijk doorgaan naar de volgende change. En ja, ik heb expres nog niet omhoog gekeken, want dit is die volgende change. Ja, we hebben het dus nu over de hele map van die hele grote UFO's. En hier kan je eigenlijk niet heel veel mee. Eigenlijk kan je er wel heel veel mee. Maar jij zelf hebt niet zoveel invloed met wat dit ding met je doet. Wat dit namelijk doet is, als jij hier onder in de buurt staat, kan het zijn, en het is niet gegarandeerd, maar het kan zijn dat je dan opgezogen wordt, laat maar zeggen, naar het midden van dit ding. Je kan het in replay mode ook niet zien, maar hier in het midden zit een soort van orb. En daar word je dan naar opgezogen. En die zuigt je naar het mothership toe, wat je dus daar ziet. En in het mothership, daar komen we later in de video op terug. Want daar is ook heel veel dingen te zien. Want je kan er dus nu letterlijk in komen. Dat is wel echt heel erg dope. Daarnaast staan hier bovenop nog wat chesten en wat loot ligt hier. Dus ja, je kan hier ook prima landen in principe. Daarnaast kan je ook heel makkelijk rotaten door hier in te gaan staan. Dan word je omhoog gezogen en dan kan je zo wegvliegen. Dat kan je altijd doen. Dat kan je gewoon letterlijk altijd doen. Alright, laten we doorgaan naar het volgende ding. En daarvoor moeten we een klein stukje vliegen. Het is namelijk bij die farm die je daar een stukje verderop ziet. Dus als ik er ben, ben ik weer terug. Ja, we zijn aangekomen bij de farm. Of bij een farm, kan ik beter zeggen. Namelijk, hier heb je die farm natuurlijk. Dit heet, even kijken, Corny Complex. Ik vergeet de naam altijd. Maar een stukje daarnaast heb je dus dit gebouw. En hier zie je dat er allemaal, ja, dingen gebouwd zijn. Het lijkt net alsof een speler dit gemaakt heeft. Maar nee, dit is toch echt gemaakt door de bewoners van dit huis. Ik heb geen idee wie hier woont en wie dit aan het bouwen is. Eén ding weet ik wel zeker, hij is wat aan het observeren. Het lijkt erop alsof hij een moddership aan het observeren is. Maar het is sowieso een leuke, interessante map change die is gekomen. Ik heb hier verder niet heel veel aan toe te voegen. Dus laten we doorgaan naar de volgende map change. En daar moeten we een klein stukje voor vliegen. En ik weet trouwens niet eens zeker of er iets veranderd is. Ik heb het opgeschreven op mijn script die ik hier heb staan. En ik weet dus niet zeker of er iets is veranderd. Het is namelijk bij het Sheriff's Hut. Ik heb het ook niet gecheckt. Dus we gaan er nu achter komen of er eindelijk iets veranderd is. Of de kabouters eindelijk zijn ontsnapt. En nee, ze staan er nog steeds in. Dus er is niks veranderd. Dus ook hier nu nog geen map change. Maar ik dacht, we moeten het altijd even checken. Maar ja, voor nu nog steeds is er niks gebeurd. Maar het kan ieder moment gebeuren dat ze uit gaan breken op een of andere manier. Dan het volgende, en dat is wel iets wat ik gecheckt heb, is namelijk een IO of een nieuwe IO outpost die wordt gemaakt. Hier in het midden van de map hebben we namelijk deze locatie en hier gaat IO iets doen. Ik weet niet wat, maar het gaat in ieder geval belangrijk zijn voor de storyline. Je hebt hier ook twee IO kisten, dus dit is zeker weten geen slechte plek om in solo's te landen. Dus doe dat dan ook zeker, want ja, geloof me, dit is best wel een vette plek om een keer naartoe te gaan. Gewoon, je drop hier is in het midden van de map. Je kan zo kills oppakken. Daarnaast ligt ook hier natuurlijk allemaal loot. Oh, ik dacht even dat ik een lama zag liggen, maar dat is zo'n artefact. Maar ja, dit is een leuke plek. We moeten het in de gaten houden, want hier gaat sowieso nog wat gebeuren.
Dan gaan we alweer door naar het laatste dingetje. Maar dit is ook by far de grootste map change. Dat is namelijk de binnenkant van deze UFO. Of mothership moet ik eigenlijk zeggen. Maar daarvoor moet ik even een andere replay file openen. Want het is een beetje bugged in replay. Dus ja, jullie zullen straks zien wat ik bedoel. We moeten er eventjes anders mee werken. Dus ik ga eerst daar eventjes heen. En als ik dat klaar heb, of als ik alles ready heb, ben ik weer bij jullie terug. En ja, we zijn aangekomen in de mothership. Hier zijn we namelijk naartoe geteleporteerd in een game waar we trouwens ook live waren gisteren. En ja, je ziet al dat we in een soort van hok zitten. En dit is de wachtruimte in de mothership. Hier, als je naar de mothership geteleporteerd wordt, kom je hier dus als eerste. Sorry dat je dit allemaal op beeld ziet, maar ik heb het allemaal nodig, want ik moet het straks weer doorskippen. Want als ik nu uit third person mode ga, dan kan ik niks meer. Dan is het alles, of zit ik helemaal vast. Dus laten we het eventjes zo doen. Maar je ziet in ieder geval overal geheime teksten daarboven op het dak ook. En het ziet er echt heel erg vet uit. Je hebt trouwens ook een backblink. Kan even kijken of ik het kan aflaten spelen. Dan zie je het misschien. Nee, je ziet in replay mode de aparte backblink helemaal niet. Ziet er best wel. Oh jawel, nu wel. Kijk, nu hebben we het. Je hebt een backblink met daarop een timer. En die timer die is erg belangrijk. We kunnen er niet uitlopen zoals je ziet. Maar je ziet overal ook mensen zitten. Naast ons zitten mensen. En voor zover ik weet kan je hier niet aan de buitenkant komen. Nou, we worden op een gegeven moment ook geteleporteerd. Zoals je kan zien. En dan gaan we door naar... Als het goed is, ja kijk. Nu zien we wat het is. Ik zal even pauze zetten. Dit is de locatie waar alles gebeurt. En ik word gebeld, dus ik ben zo terug. Dit is echt heel erg onhandig, deze timing. Ja, sorry. Dat was even een belangrijk telefoontje die ik op moest nemen. Maar weet je wat? Laten we gewoon meteen verder gaan waar we gebleven waren. We zijn namelijk in de omgeving van de mothership... Waar je de minigame eigenlijk moet doen. Wat je moet doen is, je moet zoveel mogelijk van die kleine orbs oppakken. Die blauwe orbs die je overal ziet. Die geven je 5 seconden extra tijd. En die tijd heb je nodig om de gouden orbs te vinden. Eens even kijken of ik kan laten zien met de gameplay hoe het ongeveer werkt. Maar je moet met die gouden orbs, daarmee kan je dus uiteindelijk de loot krijgen. Je moet 5 gouden orbs vinden. Of 4 eigenlijk, want je eerste die krijg je gratis. En hoe meer orbs, hoe beter de loot is aan het eind van de game. Dus je zult hier zien dat ik probeer orbs te pakken. Aan het begin wist ik eigenlijk niet wat ik aan het doen was. Maar je ziet daar zo'n gouden straal. En er komt zo'n orb naar beneden. En die zorgt er dus voor bijvoorbeeld dat je dus betere loot krijgt. En uiteindelijk kom je dus in de lootkamer. Laten we dus eventjes kijken hoe die lootkamer eruit ziet. Ik was best wel lang waren we bezig. We hebben uiteindelijk ook tier 5 gekregen van de loot. Dat is de beste loot die je kan krijgen uiteindelijk. Dus laten we even kijken. De lootkamer, je zag hem al stiekem. Je hebt niet heel veel tijd in de lootkamer. Volgens mij de overige tijd die je over had, die mag je besteden in de lootkamer. Zoals je hier ziet, zijn we bezig met het looten. En je ziet hier overal kisten. En het is best wel een grote kamer als je zo ziet. Ik bedoel, allemaal gouden kisten hier. Echt overal zitten ze. Ik weet niet hoeveel, maar het zijn er echt heel veel. En omdat wij dus tier 5 waren, waren alle dingen die erin zaten, waren goud. Dus ja, dat is sowieso heel erg dope. Een leuke locatie. En nadat je dus hier bent geweest, word je weer teruggeteleporteerd in de map. Dus het is heel erg vet. We waren als een gek alles aan het looten. Want ja, zoals je ziet was de tijd om. En werden we weer teruggeteleporteerd naar de map toe. Zoals je zult zien worden we nu teruggeteleporteerd. En volgens mij is de hele replay... Oh, de replay file is niet geglitcht. Dus, maar in ieder geval, dit is hoe de binnenkant eruit ziet van de mothership. Het is super vet. Leuk dat ze oude POI's hebben teruggedaan. En ik ben er echt heel erg fan van. Ik vind het echt heel erg leuk. Dames en heren, dit waren alweer alle dingen die ik te melden had in deze video. Ik hoop dat jullie het tof vonden. Nogmaals, als je het vond, drop even een like en abonneer op het veel gevraagd. Met dat belletje aan. Klik op de video zometeen in beeld. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer. En peace out. Doei.